Green Heritage Fund Suriname is data aan het verzamelen over de hoeveelheid mangrovebossen langs de Surinaamse kust. Tijdens een bijeenkomst vandaag heeft de organisatie informatie verschaft aan belanghebbenden over de impact en de voordelen van het Surinaamse mangrove-ecosysteem. Imker Fabian Isaias benadrukte een van de vele voordelen die hij gebruikt, namelijk de honingbijen. Het mangrovegebied de weg naar zee, dat hebben we dus ook als een soort van pilot genomen, omdat inderdaad in het gebied waar meneer Grano zit, dat was helemaal weggespoeld. We hebben toen gevraagd of we dus dat gebied konden gebruiken om dus de bijen te plaatsen. Een vrij groot gebied met dammen. In principe hadden wij nog niet door dat inderdaad ook de bestuiving voor de mangrove belangrijk was. We zijn eerst begonnen met de landbouwvelden om dan een win-win situatie te creëren. In principe wat we hebben gedaan is in de mangrovegebieden bijen plaatsen. En wij hebben uiteindelijk daaruit honing gehad. Hier heb je dus een verwerking en natuurlijk heb je natuurlijk ook propolis, de pollen en de royal jelly. En dat stukje educatie, dat je dus kinderen leert om, leren ze ook omgaan met onze natuur, onze biodiversiteit. Dus je leert ze vanaf de bij en wat de bij allemaal doet voor mangroven en ook voor inderdaad de omgeving. Isaya zegt verder dat vooral jongeren geïnformeerd moeten worden over de voordelen van de mangrovebossen langs de kust. Andere sprekers hebben aangegeven dat er meer onderzoek moet komen naar de natuurlijke voordelen van mangroven.